Goeiedag, de nieuwe 30-daagse die staat weer op het programma. Vorige week had ik flink wat onzekerheid in die verwachting. We gaan eens kijken of dat nog steeds zo is. Of kunnen we inmiddels wel een mooie periode van lente weer gaan aankondigen? Ja, en we beginnen met de weerkaarten, die zoals we die zien staan in het Amerikaanse model op maandagochtend, tweede paasdag. We hebben dan te maken met een hoge drukgebied hier in het noordoosten van Europa. En dat zorgt voor die oostelijke stroming. Dat betekent ook dat wij heel mooi weer met de paasdagen hebben, omdat dat hoge drukgebied dominant is. Hier zien we feitelijk een soort van zadelgebied, want nog een kern van hoge druk bevindt zich boven de oceaan, terwijl lage druk zich ten noordwesten van ons land bevindt en ook in het zuiden van Europa zien we lage drukgebieden. Als we de kaarten in beweging zetten, dan blijft dat zadelgebied toch wel een beetje in onze omgeving, waarbij de oostelijke stroming de voorkeur heeft. Dat betekent komende week toch heel rustig weer. Storingen worden echt wel op afstand gehouden. En langzaam maar zeker zien we ook dat dat hoge drukgebied zich meer gaat nestelen boven Scandinavië. En dat zorgt ervoor dat die ooststroming vrij dominant blijft, hoewel we hier aan het einde van de week ook wel wat buien vanuit het zuiden zien dichterbij komen. Of dat ook echt gaat doorzetten, dat is nog wel de vraag. Het Europees model, dat laat bijvoorbeeld die buien echt wel wat zuidelijker blijven. Als we naar de drukverdeling gaan kijken voor de week van 25 april tot en met 2 mei, dan zien we dat de hoge druk zich ten noorden van ons land bevindt en lage druk ten zuiden van ons land. En dan hou je toch die oostelijke stroming. En als we dan nog iets verder gaan kijken, dan zien we dat hoge druk toch over het algemeen wel dominant blijft. We zijn nu inmiddels al in de week van 9 mei tot 16 mei. En we zien dan de hoge druk boven het continent en nauwelijks blauwe kleuren. En dat betekent dat we geen echte luchtdruk afwijking zien richting lage druk. Met andere woorden, rustig weer. Zo lijkt het toch echt wel te gaan worden in deze periode volgens deze kaart, als dat hoge drukgebied vanuit het noorden dus langzaam wat meer naar Centraal-Europa schuift en uiteindelijk boven het zuidoosten van Europa gaat uitkomen. Wat heeft dat gevolgen voor de temperatuur? Nou, dat het over het algemeen toch wel iets warmer zal zijn dan gebruikelijk. Dit is de week 25 april, 4 mei. We zien dan de lichtrode tinten boven Nederland. Vooral overdag is die temperatuur dan wel wat hoger dan normaal. De nachten kunnen nog best fris zijn, maar gemiddeld genomen is het dan echt wel wat warmer. En dat geldt ook voor de periode daarna. Dit is 9 mei tot 16 mei. Zien we zelfs wat donkerdere tinten rood boven Nederland verschijnen. Kortom, ook dan lijkt de zon zijn werk te kunnen gaan doen en is het vrij zacht weer. Wat betekent dat voor de neerslag? Nou, met hoge druk in de omgeving, over het algemeen is het dan toch wel wat droger dan gebruikelijk. En ik heb hier de week 18 april, 25 april eruit gepikt. En dan zien we ook dat er nauwelijks neerslag wordt verwacht. Het is zelfs wat droger dan gebruikelijk. En over alle andere weken is dat beeld toch wel hetzelfde. Of het zit rond normaal, dan is de witte tint dominant. Maar als we naar de neerslag gaan kijken, dan zien we sowieso dat april eigenlijk de droogste maand van het jaar is in Nederland. En dan komt daarna mei. Dus we zitten sowieso in een wat drogere periode. De meeste neerslag valt toch over het algemeen in de tweede helft van de zomer en begin van de herfst. Een droge periode dus. De weerkaarten laten dat ook zien. Geen neerslag die verder gaat toenemen. En dat betekent dat we een rustig lentebeeld kunnen verwachten. Overigens, vorige week had ik dus veel onzekerheid. En toen liet ik u deze kaart zien waarbij we al die verschillende kleuren zien. Elke kleur staat voor een bepaald weerscenario. En als die kleuren evenredig verdeeld zijn, zoals dat hier wel een beetje het geval was, dan is het erg onzeker welke kant het weer op gaat krijgen. Krijgen we een rustige weersituatie? Krijgen we juist een weersituatie met veel lage drukgebieden? Of wordt het juist erg koud? Dat is hier niet echt goed te zeggen. Maar dat was de vorige run. Als we nu naar de run gaan kijken die gisteren uit is gekomen, dan zien we opeens heel veel rood. Zeker voor die eerste helft van de 30-daagse. En dat betekent dat hoge druk, want het staat voor een blocking high, hoge druk toch vrij dominant zal zijn in onze omgeving. En in de lente betekent dat rustig lenteweer, droog
droog weer over het algemeen. Ook met wat hogere temperaturen. En ook op termijn lijkt dat rood toch vrij dominant te blijven. Kortom, als we het gaan samenvatten. Veelal rustig lenteweer. Ook vrij zacht. Zeker in de middag kunnen een paar echt mooie dagen de komende tijd gaan komen. Dit weekende wordt het natuurlijk al prachtig. En ook vrij droog weer. Het is sowieso al een droge periode. Maar de weerkaarten laten ook geen echte neerslag van betekenis zien voor de komende tijd. Kortom, een vrij droge periode breekt aan en een vrij zachte periode. Nog een fijne dag.